Jar Vlaanderen, dat staat voor Youth at Risk. Het biedt uh, jongeren tussen 15 en 21 met een dossier bij de jeugdrechter een kans om hun leven weer op de sporen te krijgen. Directeur Griekenforsenville, goedemiddag. Klinkt mooi. Hoe beginnen jullie daaraan? Goedemiddag. Uh, die jongeren die worden eigenlijk uh, doorverwezen door de jeugdrechter. En uh, komen eens aan bij een consulent bij ons terecht. En dan gaan we met hen het gesprek aan of zij uh, eigenlijk deze. Kans voor sommigen een laatste kans willen grijpen om eigenlijk weer de verantwoordelijkheid over hun eigen leven in eigen handen te nemen en dingen te doen waar ze beter van worden. Ja, wat houdt dat dan precies in, dingen doen om beter te worden? Wel, samen met de coach, wij werken met vrijwillige coaches. Samen met een coach gaan deze jongeren aan de slag om voor zichzelf drie doelen te bepalen die ze willen bereiken en waar ze eigenlijk quasi een jaar de kans voor krijgen om die te realiseren. Een doel kan zijn bijvoorbeeld? Uh, ik wil een betere relatie met mijn ouders of ik wil uh, elke dag naar school gaan of ik wil mijn agressie beheersen. Ik wil geen criminele, fe criminele feiten meer uh, plegen. Uh, kan allerlei zaken zijn. Het is echt op maat van de jongeren waar we ja. mee aan de slag gaan. En die coaches, die bekijken dan wat die doelen zijn en gaan dan mee, daarmee aan de slag. Van hoe bereiken we dat doel? Of? Wel, we hebben eigenlijk drie trajecten ja. die in dat jaar lopen. En we hebben eigenlijk uh, vrijwilligers nodig die het voortraject op zich nemen om die jongeren te motiveren om samen te kijken welke doelen wil jij voor jezelf binnen dat jaar realiseren. En dan hebben we daaropvolgend een heel intensieve trainingsweek waar we echt aan de jongeren hun persoonlijkheid uh, gaan werken en die gaan trainen. En dan worden ze daar gekoppeld aan hun echte Laatste coach uh, voor het traject. En die vrijwilliger gaat met hen eigenlijk wekelijks aan de slag om rond die doelen te werken. Ja, En dat zijn dan gesprekken of zijn dat dan cursussen die je samen volgt? Wat kan dat zijn? Wel, die week dat zou je eigenlijk als een cursus kunnen zien. Hè. Zowel buiten als binnen heel intensief uh, samen met jongeren werken. Uh, het natraject, waar de coach wekelijks met de vrijwilliger samen zit, dat zijn vooral gesprekken. Maar ja, dat zijn ook jongeren. Hè. Je stapt een stukje in hun leefwereld binnen en gaat kijken: kom ik naar jou? Uh, Kom jij naar mij? Waar, waar zien we elkaar? En gewoon uh, praten. En bij sommige jongeren zal je meteen op de doelen kunnen gaan praten. Bij andere jongeren zal je al de tijd nodig hebben om eerst die vertrouwensrelatie op te bouwen. Ze hebben vaak geen vertrouwen meer in volwassenen. En onze vrijwilligers kunnen opnieuw die brug naar die volwassenwereld maken. Ja, ik vraag door op die vrijwilligers, omdat jullie er nodig hebben. Ja, hè? absoluut. Ja. Dus ik wil echt graag weten wat, het, wat, wat precies van die vrijwilligers uh, verwacht wordt. Wat voor tijd steek je daarin? Hoe schat je dat in? Oh ja, ze kunnen eigenlijk kiezen in welk traject ze stappen als je interesse hebt om bij ons vrijwilliger te worden kan je aanmelden via onze website bijvoorbeeld www.jarvlaanderen.be uh, kan je daar aangeven kijk ik wil naar die infoavond komen in Antwerpen in Vlaams-Brabant of Limburg en dan gaan we met jou in gesprek gaan dan gaan we kijken van wil je eerder het voortraject dat is misschien minder intensief uh, maar wel toch behoorlijk groot engagement. De week, ja, het is gewoon één week met een training waarin je zelf getraind wordt. En ook voor het natraject word je begeleid. En dat vraagt natuurlijk wel wat. Een, ja een, een na-traject. ja, we vragen van onze vrijwilligers ook een groot engagement. We willen mm -hmm. tonen aan jongeren hoe belangrijk het is om je eigen verantwoordelijkheid en je eigen keuzes te bepalen. En zulke vrijwilligers speelt daarin zeker een, een voorbeeldfunctie. Ja, en in hoeverre ik, uh, ja, je kan dat niet echt van je afzetten, veronderstel ik als vrijwilliger. Je wordt daar wel in betrokken in het leven van die jongeren? In hoeverre word je daar als, daar, daarin begeleid als vrijwilliger? Wordt er heel sterk in begeleid. We hebben echt een sterke ploeg van vaste medewerkers die echt uh, quasi dag en nacht bereikbaar zijn, een luisterend oor zijn voor de coach, eigenlijk een coach voor de vrijwilligerscoach zijn, die ook het netwerk van de jongeren zelf ook nog mee opvolgen. Dus het is niet zo dat je er alleen voor staat, maar we vinden het heel belangrijk om die, die brug tussen jongeren en maatschappij ook op die manier te maken. Eigenlijk geven we, denk ik, met met onze organisatie ook een heel duidelijk signaal van kijk onze jongeren en de maatschappij, die liggen uiteen, die zijn geïsoleerd. We gaan die terug samenbrengen. We hebben daarvoor partnerschappen met bedrijven. We hebben daarvoor het werkje met vrijwilligers. Omgekeerd doen onze jongeren ook dingen terug naar de samenleving. Ik heb vandaag het verhaal te horen gekregen van een van onze meisjes die uh, cupcakes gaan bakken is uh, voor haar slotproject op het einde van haar traject. En ze is die cupcakes gaan bakken voor de instelling waar ze jaren heeft verbleven. En vandaag ging ze met een fotoboekje naar de instelling toe om te kijken van kijk dit traject heb ik samen met jullie een stuk gelopen en uh, ja dat is prachtig als je dit kan zien zo die bedanking die over en weer gaat uh, het engagement dat daaruit voorkomt en, en in die zin denk ik dat we heel mooie resultaten kunnen boeken ja, is er iets specifiek dat je moet hebben als je vrijwilliger bij jullie wilt zijn ja, ik denk wel een openheid een openheid uh, naar die jongeren toe, ook al die jongeren hebben misschien van alles mispeuterd, hebben een heel verleden, vaak ook instellingsverleden, achter de rug en blijven geloven in de krachten van mensen, blijven geloven in de krachten van jongeren en dan zie je dat je gewoon bergen kan verzetten. En um, ja, met die jongeren een traject gaan is, is uitzonderlijk mooi. Um, je hebt ook het, het prachtige ook aan, vind ik zelf, aan jaar Vlaanderen is ook van het voortdurend uitbreiden van we doen trajecten met jongeren, maar we hebben ook een project zelfstandig wonen dat we ze begeleiden in hun uh, groei naar zelfstandig wonen, waardoor je je ook op dat vlak weer voor de jongeren enorm veel kan betekenen. Dus het is eigenlijk jongeren helpen groeien om terug een nieuwe start te maken en om terug hun leven op de rails te krijgen. En dan zien zij zelf wel van ja, eigenlijk kan ik heel veel ondanks alles wat ik meegemaakt heb. Het is mij niet overkomen. Ik heb keuzes gemaakt. Daar moet ik nu de verantwoordelijkheid voor nemen. Maar het is niet alles bepalend. Ik kan opnieuw de start nemen om iets van mijn leven te maken. En ja, dat is geweldig als je voor zo'n organisatie mee mocht werken als vrijwilliger, denk ik. Absoluut. Wie zin heeft gekregen, die kan naar jarvlaanderen.be surfen. Jar met y natuurlijk, van Youth at Risk. Heel erg bedankt voor je komst aan Studio Griekenforsville. Graag gedaan.